Dit is nu al de wedstrijd van het jaar en jij kunt hem nu gaan bekijken. Scoort Enzo Knol bij de club waar hij als jongetje is begonnen? In een wedstrijd door en voor de opa van Milan en Enzo Knol. Shahid is terug. En hoe? Ik ben er heel even tussenuit geweest door blessure in mijn knieband verrek. Maar ik ben blij dat ik weer terug ben. Het spectaculaire debuut van deze freerunner. Dit was toch bizar. Dit was echt een gekke wedstrijd. Joris Akamist neemt de bal zo gewoon eventjes aan. Maar er zijn ook keiharde overtredingen. En Frank VD op weg naar een kruisverhoor. Wow, pittig potje hoor zo. Ook de tegenstander Achilles laat hele bijzondere dingen zien in Assen. En Shahid kopt achterloos achterwaarts. Ik denk dat Noah de nul gaat houden. Dat zou dan een unicum zijn voor het eerst in 7 jaar. Duizenden fans en jullie gaan grote YouTubers zien. Mooie opstelling. Zet ik hier thuis in. Ja? Mooie opstelling. We gaan ervoor. Let's go! Here we go! 3500 fans bij de oude club van Enzo Knol. En dat is Achilles 1894. Ja, dit is prachtig. Ik heb nog nooit op het hoofdveld gespeeld. Niet! Nee, ik heb nooit zo ver gered. Dus primeurtje. Ja, primeurtje. Super tof. De spelers komen uit het hele land naar Drenthe. De boys uit het zuiden zijn aanwezig. Hey, we zijn een lange tocht achter de rug, maar we gaan winnen. Het was 2,5 uur rijden. Voor jullie stukje rijden, maar echt waardeer dat iedereen naar het mooie noorden is gekomen. Roy, de coach, maakt zich zorgen. Ik heb de tegenstander gezien. Het zijn gewoon voetballers, man. Dat was nog steeds geen haar, maar het ziet er wel goed uit. Een echte derbystar met knolpower erop. Dit is wel lijp hoor, jongens. Dit is echt te gek. Ook te gek is dat Enzo Knol ballen uitdeelt aan het publiek. Dat handtekeningen verzamelt en selfies maakt van de grote YouTubers die gaan meedoen. Knol Power is in de house. Like, subscribe. Shout out Joshua! Laat een reactie achter in de comments wat de commentator moet zeggen bij de volgende goal. Zoals deze. Voor de wedstrijd en na de wedstrijd nemen ze tijd voor hun fans en Akamist voor RTV Drenthe. Mensen, like even deze video, abonneer en doe de notificaties aan. Daar staat Bad Fat Freerunner en die gaat dingen laten zien. En de kinderen van Sheet doen een gezellige warming-up. Even geduld en creators hebben ook iets langere massagetijd nodig. Inderdaad, we beginnen ietsje later omdat de creators wat meer massage nodig hebben dan de gemiddelde profvoetballer. De media staan er in ieder geval klaar voor en Roy heeft een cadeautje voor de familie Knol. Echt helemaal speciaal voor jullie, want wat is de... Een kindershirtje voor de aanstaande papa en mama. Ja, jongens, voor de coach altijd vroeg aan het scouten. Mini Shahid kiest zijn eigen plekje. Bal, check, ligt klaar. Speaker, deur dicht, is er klaar voor. Spandoeken hangen, zij zijn er klaar voor. Microfoon, hebben we die? En hoe ziet zo'n ding eruit? Ja, zo. Vlaggenisten klaar. En ja, daar komen ze. Voorop Milan en Enzo Knol bij hun club uit hun jeugd, Achilles. In Assen. Daar de andere spelers. Voor een waanzinnige wedstrijd waarin minstens 10 keer gescoord gaat worden, verklap ik vast. Maar voor wie? Eerst nog woorden voor opa Knol van zijn dochter. Ja, hij is opgegroeid. Hij heeft er voetbal, hij heeft er getraind, bestuur zeker, alles gedaan. Hun opa, opa Knol. Heel graag een applausje voor mijn vader. Dank jullie wel. Opa Knol, die helaas ernstig ziek is en er niet bij kan zijn, maar wat zal die trots zijn. Daar gaan we, met de wedstrijd. Maar wie spelen er eigenlijk voor de creators? We zien, natuurlijk, Enzo Knol. Roy, de coach. Daar staat debutant Joachim, Dead Fat Freerunner, Frank VD, Glenn Helder, Arsenio, nog een debutant, Pim, straks meer over hem, Shahid, we zien Thijs, ja, daar is Arby, Ankemist, Fit by Jasper, Sebas, Rutger en Noah Zil. Gespeeld wordt tegen oud-teamgenoten van Enzo en Milan Knol. En om dan zoveel oude ploeggenoten van mij en Milan te zien. De handshake is daarom extra vriendelijk en de creators krijgen nu eens een vaantje terug, want Achilles is een grote mooie vereniging. Met heel veel fans op de tribune, het staat rijen dik. Hier 2 rijen dik, de teamfoto van de creators die er helemaal klaar voor zijn. Voor een strijd tegen deze gasten in het rood. Nog even deze. En daar gaan we na dit molenwieken. Maar wie is dat dan toch, die Joshua? Noah krijgt een heldenontvangst en er wordt afgeteld voor de aftrap.
En er is vuurwerk voor Knol. Kijk eens aan, dat is echt prachtig. Dankjewel, dankjewel. Supermooi. De creators beginnen zoals wel vaker niet helemaal scherp, maar dat heeft een reden. Het speld, Roy. Dat is zo zwaar. Het is Drents zompig, zwaar, hobbelend. Een knollenveld, inderdaad. En daarom gaat het af en toe eventjes mis in de beginfase. En dat is niet zo gek, want kijk maar eens goed naar het veld en naar de bal. Hoe die rolt over dat veld en dan opstuit en dan is het moeilijk om die bal te controleren. Maar goed, na een beetje moeizame beginfase, ook van Noah, gaat het dan echt los. Frank VD verdedigt hard, ver, goed. En de tegenstander, ach, is ook nog niet helemaal scherp in de beginfase. Hier nog een voorbeeld van dat veld, van een foute paas. Maar Noah heeft gelukkig bijna alles klemvast. En dan, een panna deluxe door de benen van Frank en de kans en het doelpunt. Nou, nee, hoe krijgt hij hem naast zich? Eerst nog een keertje die panna. En Frank denkt, nee hè, dat overkomt mij. Dan de voorzet en de open kans die naast wordt geschoten. Wonderlijk. De nul staat nog. Hier is Akamist en die gaat een paardje rijden. Hij is niet de laatste die dat doet in deze wedstrijd. Blijf maar kijken. Shaïd heeft dezelfde hobby. En hier is Enzo Knol met een poging tot een schitterende bal over die keeper heen. Daar zit familie en vrienden van Knol. Hier is Achilles. Robin Arby heeft het moeilijk. Daar komt het schot en daar is het doelpunt. Wanneer die onder de lat was geweest. Noah zat er dichtbij. De nul staat nog. Niet onbelangrijk, dan is dit geen overtreding, vindt de scheidsrechter. Assistenten zijn vader en zoon. En hier is Enzo Knol. Gaat hij scoren voor zijn eigen publiek? Dat is natuurlijk het grote doel. Oh, hij gaat een beetje te ver van huis af. Alsnog de kans. Hij gaat schieten met links, maar die keeper die staat daar goed opgesteld. Arne Wilpshaar is zijn prachtige naam. Dan ziet Pim Roy vrijstaan, maar die is nu coach, geen speler. Gelukkig loopt dat goed af. Pim is de fitnesscoach van Enzo Knol. Oh, Roy de coach gooit in en scheidsrechter Jan is naar de nieuws. Geeft een blauwe kaart, de allereerste in de geschiedenis van het Nederlands voetbal. Wordt later ingevoerd, maar hij krijgt hem. Protesteren. Hier is wat Roy doet en dat mag niet meer. Dan de volgende panna deluxe van die fitnesscoach. Glenn Helder voelt zich overal thuis. Staat er aan de kant hier nog een keertje die panna van de debutant Pim Clement. Deed het prima. Oh ja, ze kunnen voetballen hoor bij Achilles. Wat een aanname. En dit is een aanname en een paas in één keer. Ja, dit is een zware tegenstander. Arby heeft het weer moeilijk. Hier buitenom. Hier de kans tot schieten. Hier is het schot en dat is vrij hopeloos. Dan is er deze steekpaas van Thijs uitstekend op de razendsnelle Jasper. Jasper geeft hem voor. Natuurlijk zoeken ze naar Knol of naar Shaïd. Shaïd trekt aan de keeper en gaat dan ook paardje rijden. Op een gegeven moment de keeper had hem bijna en ik duwde hem, viel in de achter, die bal achter hem. Ik spring op hem en in één keer had hij en ik dacht, fuck. Zo ging dat dus. En zo klinkt dat. Met een microfoontje op. En dan gaat de strijd echt beginnen. Want kijk eens, slidings op dat zware veld. Terugvechten, tackle van Frank en de bal overnemen. Geweldig gedaan. De paas is ook goed. Nou, onderschept. Oh, zo onderschept door de tegenstander. Ja, dat is leuk gedaan hoor. Hup, in zijn shirt. Scheidsrechter zag het niet. Het mocht door. Fantastisch. Hier is hij met GoPro op de borst. Hij kijkt, hij schiet. En zo Knol met het doelpunt. Nee, een beetje tekort. Maar die keeper wordt ook wat nonchalant. Dus komt hier de volgende kans voor Thijs. Gaat schieten. Oh, die wordt geblokt. Het is nu een spervuur aan kansen en schoten. En hier komt hij dan. Nee, Jasper ook niet. Wat een kansen. De doelpunten gaan komen hoor. Een heleboel. Maar vaak zie je, net naast, in de eerste helft nog een beetje moeilijk. Tweede helft worden ze moe. Hij is nog niet moe. Frank, geweldig verdedigd. En Noah, geweldig. Houdt die bal precies binnen de 16. Knap. Fantastisch gedaan. Maar daar zijn ze weer. En het schot in de geweldige duik van Noah. Die houdt van drama. Van acteren. Van films. Hier de volgende kans voor Achilles. Hoog. Wat doet Noah? Oh, die maakt er dit van. Een zweefsave. Waarom niet? Had hem misschien ook gewoon kunnen vangen. Maar dit ziet er veel spectaculairder uit. Noah Zil. De keeper van Creators FC. Die dat doelpunt willen maken voor die 3500 mensen. Maar dit is goed verdedigd. De herkansing. Goed opgepikt. Goed gepaast naar Thijs. Hier is hij dan. Thijs met de redding van Wilpshaar. Ja, een hele goede redding. Het is een wonder dat er nog niet is gescoord. Maar dit is een fantastische reflex hoor. Van die keeper van Achilles. Arsenio is erin gekomen. Kijk eens. Oh, wat een actie. Een geweldige actie van Shaïd. En de aanval loopt ook nog door. Gaat hij het dan zelf afmaken? Hier is Shaïd en... de controle.
net niet. Maar wat een paas is dit van Shahid. Wat goed dat hij terug is na zijn blessure. Een tempo. Een enorm tempo. Enorm veel kansen. En Noah, die steeds beter gaat keepen. Hier weer Achilles. Daar komt het volgende schot. En Noah weer. Hard was die. Zo hard. De nul staat nog. Wat een redding. Maar ik bewaar het alleen voor hele speciale gelegenheden. En dat is deze wedstrijd absoluut. Hij pompt zichzelf op. Maar de hoekschop die volgt is in te koppen. En dan een redding. Van wie? Van Frank. Met zijn... Ja, precies. En dat viert hij dan vervolgens zo, die redding. Een vuistje naar het publiek. Dat is mooi. Andere kant weer op. Het golft heen en weer. Terwijl we niet aan de kust voetballen, maar diep in Drenthe. En hier is hij dan. Enzo Knol met de actie. Met een duwtje. Wordt er dan gefloten of niet? Het lopje is te kort. Er was gefloten. En daar staat klaar dat vet freerunner voor zijn debuut. Maar de scheidsrechter fluit al af. In de 40ste minuut. Roy zegt, kijk eens even op die klok, vriend. Het is 40 minuten. We spelen 45. En dus gaan we door. En is hier de entree. En wat voor entree van... De fat freerunner met dat hemellichaam. De beste invalbeurt ooit. Ja, ging volgens mij echt supergoed. Absoluut, Joachim. Wat een manier om bij creators in te vallen. Onwaarschijnlijk dit. Heerlijk. Maar kan die ook voetballen? Hij heeft heel, heel lang niet gespeeld, vertelde hij mij als commentator. En hier is Enzo Knol met de grote kans om dat doelpunt te maken voor zijn eigen publiek. Tja, is het dan zo'n dag? Dat hij hem maar niet maakt. Zee, je denkt, goh, hoe is het mogelijk? Enzo Knol, hier is hij. Joachim neemt die bal aan en een hakje. Ja, hij kan een beetje voetballen. Doet een beetje aan Bas van Velsen denken. De aanval loopt door. Hier wordt er gezocht naar een ruimte voor een schot. En die gaat maar net naast. Het schot was van Jasper, die vriend van Robbie. Die te druk is om mee te doen. Net als veel bankzitters. En dat was Zee. Achterloos. Met een achterwaartse kopbal. Een hele bijzondere. Zo deed hij dat. Tja, als die erin gaat, is het het doelpunt van het jaar. Wie maakte die afgelopen jaar? Kijk naar de vorige video's. En dan is het echt even rust. Lekker pot. Ik zweer het. Die balaannames bij beide partijen. Drama. De tweede helft wordt alles behalve een drama. Het veld is zo gaar. Maar goed, was leuk. Oh! Zegt Arsenio. We gaan nu gewoon Jasper... Joris en Arsenio, dat is nou driehoek en die blijft... Dat kan niet, want Joris staat er niet in. Joris is zoek en Glenn gaat naar hem op zoek. En het Asser Kiwanis Fonds is het goede doel. Klopt, 18.200 euro opgehaald, echt super mooi. En ga maar eens zitten voor de tweede helft. Noah vermaakt het publiek vlak voor de aftrap. Sloof zich uit. Kan dansjes, kan aan de lat hangen, kan alles. Maar kan die de nul houden? Bij de aftrap is het gelijk een poging. De allerslechtste ooit. De duik van Noah. Zeer vermakelijk. De ghost dive van Noah Zeel. En daar gaan we met Glenn Helder. En gelijk een panna de luxe is de tegenstander voorbij. Wat een begin. Nog iemand die daar voorbij wordt gegaan. En er valt ook iemand en er wordt naast geschoten. Heerlijke actie van Glenn Helder, 50er. Hij is blij met de check. Natuurlijk, heerlijk bedrag. We gaan weer de andere kant op. We gaan weer kijken of Achilles hier weet te scoren. En Achilles weet hier niet of wel te scoren. Weg 0, 1-0, Achilles. Lekker begin zeg. Tweede minuut, tweede helft. En dan dit. Het verschil tussen verdriet naar links en vreugde bij Achilles. Stefan was het, die scoorde. En daar komt Achilles weer. Dit is de vierde minuut van de tweede helft. Dit is een goede combinatie. En het zal toch niet. Dit is Burn. En ja zeg, 2-0 voor Achilles. Ongelooflijk dit. We spelen vier minuten, gelijk twee tegendoepen. Waar gaat het mis? Ja, hier gaat het mis. Omdat die bal tussen de palen gaat en onder de lat. En dan heet dat een doelpunt. En... Nu al. Gewoon de eerste minuut. De eerste twee minuten. Hij is eruit. Shahid gewisseld en dan gaat het gelijk fout. Dat zal het zijn. En dan zegt het zoontje van Shahid, jij moet erin. Joris, Roy de Koot staat in het veld. Terwijl we alweer bezig zijn aan het spel. En hier een bal in de richting van Joachim. Dat fat freerunner. En wat een inzet. Juichen! Is wat het publiek voor zijn inzet doet. Frank VD gaat op zitvoetbal. Ja, nee, hevige kramp. Het schiet er opeens in en opeens kan je niet meer lopen. Ja. En dan is er paniek. Dan komt de EHBO eraan en dan gaat hij zo, het ziet er een beetje gênant uit, van het veld. Van je vrienden moet je het hebben, die filmen het allemaal.
En Frank wordt daar neergekwart door medespelers en tegenstanders. Een kwartiertje van tevoren had ik McDonald's op, dus niet de meest slimme actie. Nee, dat is niet echt de sportvoeding waarmee je kan gaan vlammen. Jasper dan? Schieten! Is het advies van Shahid en hij schiet ook en slecht ook weer richting de verre hoek. En die keeper redt hem weer. Wat een uitstekende doelman is dat, maar ook die raakt een beetje overmoedig, want dit is zijn truc. Ja, wat moet je daarvan denken? Daar, Joris. AK mis. Denkt, nou, ik kan gewoon lekker doorlopen. Niemand komt naar me toe. Dan loop ik maar op het doel af en dan ga ik gewoon scoren. Of nee, hoe zit het met Enzo Knol ook weer? Die moet scoren in deze wedstrijd. Ja, jongen, ik ben zo fanatiek, jongen. Je wil gewoon winnen. Ja, en we willen dat Enzo scoort. En dan maar eens van ver geprobeerd door die Pim. En weer terug naar zijn achterhoede. Debuteerde uitstekend. Hier is Joris. AK mis. Nu wel zelf gedaan, maar recht op die keeper af. Het moet toch een keer gaan lukken om te scoren met zoveel kansen. Aan de andere kant 3-0, dat zou de doodsteek zijn. En daar het schot ver over Noah. Met de cruciale redding. Hoe cruciaal zien we later. Dan is de bal weg. Komt er een klein balletje in de richting van Roy de Coats. En die zegt tegen de scheidsrechter, hier, laten we daarmee verder gaan. Die scheidsrechter vindt dat niet grappig. Die zegt, hé baas. Moet je uitkijken, de tweede keer is rood. Uitkijken, tweede keer is rood. Shahid deelt selfies en handtekeningen uit. En Roy is een beetje balorig. Bijna moest hij weer het veld af, Roy de Coats. Niet voor een aantal minuten, maar definitief. En wat een schot is dit, zeg. Op de latte creators komen hier geweldig weg. Want zo hard was hij. Jasper zegt hier, doe maar tegen zijn tegenstander. En steekt dan het hele veld over. En wat dan? Nou, gewoon maar doorgaan. En hier is de 2-1. De creators weten in ieder geval te scoren. En kijk eens, rijen dik. Dat is lekker een doelpunt vieren daar, hoor. Het doelpunt van Jasper Fit. En Noah doet dat zo, met vieren. Oh, ja, tuurlijk is die moe. Wat een rush. Een run. Een solo was dat, zeg. En dan gaan ze voor de 2-2. En dan is daar Enzo Knol. En dan is daar het schot dat maar net overgaat van Enzo. Hier Glenn Helder met deze heerlijke actie in een halve panna. Dan de strijd in de hoek tussen Enzo Knol en een voormalig teamgenootje. Kijk eens, ze dagen elkaar uit. En wie komt er als winnaar uit de bus? Het is Enzo. Fantastisch. En dan ook nog de paas naar Jasper. En dan gaat hij de keeper voorbij en dan is hij over de achterlijn. Wat een heerlijke wedstrijd. Enzo, Enzo. Zingen ze massaal. Hier is Jasper, Jasper. En weer gaat hij de keeper voorbij. Maar is hij te ver naar buiten. En hier is dan het doelpunt van Enzo Knol niet. Niet. Of toch, of toch, of toch. Ja! Enzo Knol scoort. In zijn wedstrijd. In de familiewedstrijd. En dan ook nog eens de 2-2. En dan ook nog uit de draai. Met zijn linker. En of het gevierd wordt. Wat een moment. Wat een doelpunt. Wat een opluchting. En dan dit, natuurlijk. Lekker man. Lekker man. Heerlijk. Naar zijn vak. Het kushandje. Nog een keer dat doelpunt. Hij draait. Hij draait. Hij kijkt. Hij schiet. En dan tussen keeper en verdediger in. Hard genoeg. De 2-2 van Enzo Knol. Maar we zijn nog lang niet klaar. Nog niet op de helft van het aantal doelpunten. De uitgang. En oh, kijk eens wat een karate kick van Arsenio. Beetje Nigel de Jong voor de iets minder jonge kijkers op het WK. Hier dan de 3-2 voor Achilles erachteraan. Nee, het is Noah met de redding. En nog een keer Noah met de redding. Dan het wegkoppen en het wegschieten. Oh, wat een strijders zijn het. Wat een soldaten. Het wordt gevierd, die redding. En Joris Akamist met een heerlijke aanname. En de versnelling over de middenlijn. In de richting van wat? Van de 3-2 voorsprong naar 2-0 achter. Jasper. Jasper glipt voor zijn tegenstander langs. En Jasper schiet hem maar net naast. Het had al lang 2-5 kunnen staan. En hier wordt het misschien wel 3-2. Nou, ja zeg! Zo! Die schiet hem er even in, zeg. Björn, met zijn tweede. Weet je wat het probleem is? Ik ben erachter. Iedere keer als jij met die camera komt, dan scoren ze. Ja, volgende wedstrijd maar zonder camera spelen. Maar ja, dan missen we dit soort doelpunten. En die van de creators. 3-2 achter. Weer dus achter. Weer op jacht. En weer nonchalance achterin bij Achilles. Ja, die gasten spelen ook nooit voor zoveel toeschouwers. En dan is het weer Jasper die te ver buitenom gaat. Maar een duimpje voor de poging. Creators, komen ze weer. Knol. Jasper. Fit. Schot. Net niet. Opnieuw net niet. Hoe is het toch mogelijk? Hij was hard zat. Dan zien we het jagen van Joachim. Dat vet freerunner.
Ze waren gek op mij, dat is super tof. Absoluut, de creators hebben een nieuwe publiekslieveling. En kijk eens, Enzo Knol met het jagen, die wordt in de maling genomen door een voormalig teamgenootje. Ja, ze geven niet zomaar deze wedstrijd uit handen, die in het rood. Want van je maatjes wil je winnen, maar hier is het 3-3. Hier is het Subas met een heerlijke glij-celebration. Reboundjes! Lekker hoor, dat zijn de mooiste hè. Want reboundjes erin schieten zijn de mooiste. Zo ging het. Haast niet te missen, alhoewel die keeper, die is natuurlijk niet verkeerd. Dankjewel. Voor de celebration van Noah aan zijn publiek. 3-3 en dan deze keiharde overtreding van Subas. Ja, ze vechten voor een puntje of drie. Achilles, versnelling. Arsenio voorbij, dat is knap. Het stipje is ook uitstekend. De grote kans wordt niet benut. En dan het blok van Thijs. Een Drents hunnebed blok van Thijs. Deze kans wordt gewoon gemist. En dan het verdedigen. Uitstekend. Ze vechten voor elkaar. Het is een vriendenteam. En oh, Joris, Akamist, geblesseerd. Draait zich om. De aanval loopt door. Het zal toch niet weer een voorsprong worden voor Achilles. Nee, hij speelt naar buiten in plaats van dat hij zelf schiet. Joris blijkt zijn vinger gebroken te hebben. En daar de rentree van Roy de Coach. Maanden geblesseerd geweest. Maar hij gaat invallen en doet dan gelijk dit. Hoppa! Ja, hij is in te huren als goochelaar. En misschien wel daarom doet hij deze truc. Roy de Coach. En het schot, dat wordt gestopt door Noah. Maar er is ook de 4-3 voor Achilles. Niet lekker verwerkt door Noah. En die 4-3 wordt gemaakt door Bas. Dit ziet er spectaculair uit, maar hij weet die bal niet naar buiten te slaan. Niet ver genoeg naar buiten. En dan prik 4-3. Tegenvaller. De voorsprong opnieuw voor Achilles. Balen, balen, balen. Opnieuw beginnen. De verre uittrap. En die wordt geweldig aangenomen door Enzo Knol, die dan deze truc doet. Ja, fantastische truc van Enzo Knol. Die zegt dan tegen het publiek, laat je horen voor wat ik laat zien. Hier is Glenn Helder. Hier is Jasper. Wilde 1-2. Lukt niet helemaal. Enzo met de inzet. En daar Roy de Coach. En die staat altijd op de goede plek. Roy de Coach scoort gelijk bij zijn debuut. Staat een minuutje in het veld. 4-4. Wat een moment is dit. En dan vervolgens, heerlijk, raakt hij weer geblesseerd. Maar ik moet wel schieten. Ja, ik moet wel schieten, zegt hij zelf. Ik wilde het proberen, maar hij is nog niet fit genoeg, blijkbaar. Scoort wel, prikt hem de prima in, is een echt spitsje, Roy de Coach. Het is 4-4, het is heerlijk, het is nog lang niet gedaan, maar hij moet er wel af, Roy. En hoe lang is hij nu geblesseerd? Ik heb 7 minuten gevoetbald en ik kan weer 3 maanden op de bank. We gaan het zien, zij lachen erom. En Roy krijgt een applaus van het publiek, dat gek is op hem. Dan bij de aftrap zien we een klein jongetje van 8 die denkt, welke kant moet ik op wanneer ik mag invallen? Dit is het zoontje van de trainer. Joep heet hij. En die trainers waren ook de trainer van Enzo en Milan Knol. Dat deed hij met bravoure, het wijzen en het voorgeven. En dan gaat hij ook nog druk zetten, die Joep. En dan gaat hij eventjes onderuit. Kan gebeuren. Glenn met het serieuze werk aan de andere kant. En hier is Enzo Knol met zijn tweede en de 5-4. Nee, die keeper heeft daar geen zin in. Die denkt, bekijk het maar. Jouw avond, mijn avond. Geweldige reflex hoor. En hier is weer de Joep met een fantastische truc. Laat die bal bewust gaan en draait dan Joris Akkermist volledig dol. Daar is Achilles. Die willen niet zomaar verliezen. Die gaan zelfs voor de overwinning. En Noah poseert er even voor de fotograaf. De showman Noah. Met eerst deze redding. Wat een metertje naast gegaan. Maar dan ligt hij daar heerlijk. En dan weet hij, daar komt die fotograaf. Prima plaatje gemaakt. Glenn Helder. Zijn boek gaat lekker. Hier is Enzo Knol met het doelpunt. Nee, de paal. Hoe is het mogelijk? Kans hoor. Kans. Grote kans. Met rechts nu. Net niet lekker geraakt. En de paal. Centimeter. En hij had gezeten. En ze stonden 5-4 voor. Maar nu is het 5-4 voor Achilles. Het zal toch niet waar zijn? We zitten inmiddels trouwens in de 85ste minuut. Dus de creators hebben niet zo lang meer om dit goed te maken. Het is Donjuel, als ik dat goed uitspreek, die hem zo maakt. En de creators moeten voor de vierde keer in de achtervolging staan voor de vierde keer achter. Oh, en de wonderbaarlijke genezing van Roy de Coach. Hij staat weer in het veld en daar gaat Glenn. Glenn Helder, buitenom. Met rechts geeft hij voor, dat heeft hij nog nooit gedaan. En Arsenio met de bal voorlangs. Paar minuten nog, paar minuten nog. Jasper dan, Jasper fit. Hier is hij, Enzo Knol. Enzo, geblokt dat schot. De druk, komt er druk? Nou, ja, daar is de druk. En daar is de volgende kans. En nu is het voor de freerunner. Joachim, dat had wat geweest zeg als die de 5-5 had gemaakt. Weten ze nog te scoren? Wordt het nog 5-5? Bal aangeraakt, dus er komt een hoekschop.
Er komt nog een hoekschop. Frank geblesseerd. Het slotteroffensief. Noah is mee naar voren, de keeper. Hoekschop is niet goed, maar het is een fluitje van de scheidsrechter. En die wijst naar de straf. Schop, stip, moeilijk woord. Natuurlijk, smerige overtreding op Roy de Coach. 100% strafschop. En wie anders dan Enzo Knol gaat hem nemen. In de linkerhoek is de tip. Ook die keeper zegt, in die hoek gaat hij. En wat doet Enzo? Hij schiet hem in die hoek en daar ligt die keeper. Het wordt niet 5-5. Het is niet de tweede van Enzo Knol in zijn wedstrijd. In de wedstrijd van voor de familie Knol. Maar die keeper veel te vroeg bewogen. Is dat gezien door de scheidsrechter? Jawel, het mag nog een keertje. En Enzo zegt dan, kom op, laat je horen. Dit moet het dan zijn. Dit is de allerlaatste seconde van de wedstrijd. En Enzo Knol neemt die strafschop zo en hij maakt hem. Het is 5-5. Er wordt gelijk afgefloten. Maar natuurlijk wordt er nog even doorgefeest. Wat een feest. Een fiesta, een party is dit. Die keeper is weer vroeg weg, maar ligt nu in de verkeerde hoek. Enzo Knol scoort twee keer. 5-5 is het, dankzij dit doelpunt van Enzo. Wat een wedstrijd. En dan nog de interviews. Prima duo daar. En het bedanken van het publiek. Ik moet zeggen, ik was wel trots. Je had echt een paar kansen. Je was snel, je was behendig. Ik onder indruk, vriend. Ja, ik vond het goed gaan. Ja, ik snap ook niet waarom we allemaal kerstpakketten geven. Dat bekt helemaal niet lekker. Paaspakket, dat werkt. Bekertje, jeetje, Mina. Ongelooflijk. Zo, hij is zwaar ook. Spam even paaspakket in de comments als jij ook een paaspakket wilt. Ik ben ook echt heel erg trots op de organisatie. Jullie hebben het super mooi geregeld. En ook voor alle fans die heen zijn gekomen, uitverkocht. Smaakt naar meer, zeker. Het veld was zo drapperig en zwaar dat elke sprint voelde als twee. Hey, en ik heb wat leuks jongens, want dit was wel de unieke wedstrijd waarbij ik eindelijk keepers aan het schoen heb weggegeven. Voetbalschoenen. Ja, het is gebeurd. Hier. Wie wil keepers aan het schoenen? Willen jullie keepers aan het schoenen? Ja. Oh, wie wil er een broekje? Wie wil er een broekje? Zo, aas. Wie wil er een broekje? Nee! Primeurtje voor Pim natuurlijk, mijn personal trainer, die hier gewoon even staat te verdedigen als een baas. En hoe? En hoe, een tank op het veld hoor. De goede. De zulle. Mijn opa die was initiatiefnemer van deze wedstrijd en we hebben deze wedstrijd voor hem gespeeld. Opa, we houden heel erg van je. Zijn Insta is? Dead Fat Freerunner. Frank, kom erbij. Ik wil geen balletje opgooien. Er waren wat hobbels, daar zag ik op een gegeven moment Teletubbies zelfs. Ja, dat was echt, de zon kwam op en hallo Teletubbies. Die zag ik niet aankomen, maar natuurlijk uiteraard, ik verdien natuurlijk. Hè. Achterin, stok op de deur. Ja. Nee, dat vond ik echt fantastisch. Heel leuk team. Ja, man. Deze is ook even voor oma natuurlijk, voor mama en voor de hele familie. Opa, we houden van je en deze was voor jou. Kippenvel. Kijk zeker ook naar deze hilarische video.